We gaan even wat nieuwe dingen proberen vandaag. En die moet ik even opmaken. We gaan... Oké, hier kras ik gelijk de verpakking mee open. Maar dat geeft niet. Het is een enorm zooitje op mijn kaptafel. Dus ik hoop dat ik het... Nou, hier is het nu een beetje vanaf. En dan gaan we even kijken bij die. Waar zit het? Hier. Ja. Hop. Topje ook gelijk eraf. Hoe is het met jullie? Leuk dat jullie kijken naar mijn hobby YouTube kanaal. Ik moet ook even ondertussen de plasticjes weggooien. Ik heb een vestje aan vandaag. Want ik ben een beetje verkouden. En ik ben een beetje ridderig. Dus ja. Een beetje koud. Oh, hier zit gewoon een plasticje omheen geplakt. Nou, maar even kijken of ik dat met die... Dat restje acrylnagels los krijg. Dat denk ik niet. Lekker goed voorbereid weer dit. Zo. Ah, we zijn er. We zijn er. We gaan proberen de nieuwe IRL producten. Revolution is met een nieuw product uitgekomen. Als ik dus... De hele tijd dat doe. Niks aan de hand. Geen corona of zo. Maar gewoon verkouden. En dat geeft verder niet. Dat even een beetje lippenbalsem op doen. Weet je, verkouden ben ik het merendeel van het jaar. Ik heb al gemoisturized. We gaan beginnen met de IRL Skin Filter Pore Blur Primer. Ik heb hele goede dingen over gehoord, moet ik eerlijk zeggen. Het blubbelt er echt uit. Het is een beetje rozig. En hier staat mijn spiegel, hè, zoals gewoonlijk. Ik neem nog een beetje, want ik probeer ook altijd gewoon, zeg maar, een beetje, ik heb natuurlijk een wat oudere huid en ik merk dat als ik een beetje hier doe en bij mijn kin, nou bij mijn voorhoofd heb ik het niet nodig, maar wel bij mijn wangen, dat ook de textuur van je huid een beetje, het voelt heel fijn aan, het voelt een beetje... Het voelt nog niet heel plakkerig of zo. Ik heb wel het idee, het corrigeert de kleur niet, zeg maar. Dat beloof ik ook niet te doen. Het... Ja. Ik heb wel het idee dat het wat blurt. Of het altijd genoeg blurt of naar je zin. Of dat het voelt heel erg... siliconen, maar dat zit er volgens mij niet in. Ik zal eens even kijken of ik dat op de verpakking eruit kan halen. Nou, dimethicone. Is dat een silicoon? Dat denk ik wel, hè? Zo voelt het ook. Het voelt heel zacht, heel zijde, heel... Kijk even op de verpakking. Ik heb daar niet zo heel veel verstand van. Kijk even op de verpakking als je
dat wil proberen en je wil zeg maar per se geen siliconen, dat kan. Even wat elastiekjes weggooien. Dan moet je even goed eerst de verpakking lezen, want het zou zomaar kunnen zijn dat... Ik heb natuurlijk al eerder ook de IRL filter foundation geprobeerd. Niet mijn favoriet. Ik ben benieuwd hoe die hierop aanbrengt. Want wat ik gezien heb op internet is dat ze goed samenwerken. Ik heb de kleur F1. Nou, ik ga hem eerst even kleuren. Want er komt nu, of schudden. Kleuren. Schudden. Er komt nu pasta uit, zeg maar. Ook leuk. Ja, beter. 1 pompje. Ik wil per se niet meer hiervan gebruiken dan 1 pompje. Want het is heel, heel, heel volledig dekkend. Oké, ik heb nu bijna het hele pompje gestippeld. Ik ga deze gebruiken, want dan wordt ook de dekking weer iets minder. En de dekking hiervan is echt heel heftig. Dus rustig aan ermee, tenzij je gaat voor full glam. Altijd bouncen, zoals ze dat noemen. En hier bij de kaaklijn naar onder kan je het gewoon zo swipen. Oké. Okay. Kijk, als je 1 dingetje doet, 1 pompje, dan heb je niet volledige dekking, zie je? Kijk, hier zie je mijn vlekken nog steeds. Heel klein beetje proberen met het dikkere gebeuren om dat iets meer dekking te geven. Niet dat ik het echt heel vervelend vind, want ja, het zit er nou helemaal. Het is geen huidziekte, het zijn gewoon een soort wijnvlekken. Ja, beter hè? Beter. Ja. Oké, 1 pompje hiervan is meer dan genoeg. Nou heb ik best een droge huid, dus, en ik hou... van mat. Is niet waar. Heel mat vind ik niet mooi, maar dewy vind ik ook niet mooi. Ik hou van een natuurlijke, beetje satin dekking. Ik ga een beetje concealer opdoen. Dit is de Revolution Conceal and Hydrate. En dat doe ik dan gewoon even zo dot. Dot. Dat is meer dan genoeg voor mij. Ik ben niet zo van de concealer. En al helemaal niet van zo'n heel vol gezicht. Waar is mijn kwast? Nou, ik zal... Dit is lekker voor je foundation, maar dit is een beetje... Nou ja, het gaat wel. Je kan hem heel goed samenknijpen. Tot een puntje. Dan heb ik de Revolution Translucent Powder. Daar zit ook een stickertje op. Allemaal magisch. Ik heb jeuk aan mijn neus.
Oké, niet gelijk de foundation eraf halen. Even de bril weer op. Ik doe een beetje poeder hier in mijn... op mijn bordjes, zeg maar. Oh, en die brightent ook wel heel erg. Zie, ik heb aan deze kant iets te veel gedaan. Ik laat de rest even zitten voor als het voor als ik toevallig op mijn bordje denk ik wil niet poederen. Oké, dan hebben ze ook de IRL All Day Mattifying Primer Spray, maar die schijnt nogal prima te zijn. Even schudden, want er zit in witte substantie onderin. Meestal gebruik ik om dit te hydrateren iets anders, maar... werkelijk. Ja. Het heeft een hele nare geur. Wat is dat? Het hydrateert wel. Op een of andere manier. Kijk, het ziet er niet... even zo. Het ziet er niet heel droog uit meer. Laat ik het zo zeggen. Ik kan altijd nog een beetje glowy setting spray erop doen aan het einde. Vervelend, maar de geur vind ik niet heel fijn. Ja, dan heb ik geen nieuwe blush. Dit waren de IRL producten. Dan heb ik geen nieuwe blush, dus gebruik ik, let op, de Blush and Lift van Revolution Pro in de kleur Bliss. Dat is deze. Dan moet ik heel even... nou, deze kan wel, denk ik. Ik tik zeg maar twee dikke stippen. En dan gaan we dit even blenden. Het is een hele subtiele blush. Heel erg nude. Heel subtiel. En dat vind ik prima. Past eigenlijk overal bij. Ik heb het hier veranderd, ook op mijn kaptafel, ook qua kwasten en zo. En nu kan ik helemaal niets meer terugvinden. Tot voor de dooi. En ik gooi ook echt alles om. Komt echt. Ik heb de Revolution Reloaded Bronzer. In de kleur Holiday Radiance.
Dit is wel een van mijn favorieten. Heel subtiel, heel licht. Met een glansje. Net genoeg om even je gezicht iets op te liften. Zo. Oké. Ik ga toch een beetje poederen. Ik neem een beetje van de poeder nog die ik over had. En dan gewoon alleen even hier, want dit mag voor mij best een beetje plakken, maar dit niet. Ik hou daar niet van. Ik heb geen wenkbrauwspul. Ja, dat heb ik natuurlijk wel, maar dat heb ik niet van Revolution, laat ik het zo zeggen. Dus ik ben aan het kijken nu waar mijn wenkbrauw dingetje is. Ah, hier. Dit was de nieuwe van de Essence. In de kleur lichtbruin. Ik zag vandaag de review van... Ja, meestal wil ik dat niet doen, omdat ik dan denk... dan zeg ik iets wat up-to-date is en dan... Nou ja, dan... Post ik het over een maand pas of zo, weet je wel. Ik heb natuurlijk best wel heel veel dingen vooruit gefilmd. En dan probeer ik niet iets te zeggen over wat op dat moment hot of is of zo. Want ja, als ik dat pas in oktober ga posten of in november. En dat zijn vooral die shorts. Ondertussen krijg ik in mijn beeld een appje van Wes, omdat die onderweg is. Wes en ik gaan lekker uit eten zo. Want we zijn met z'n tweeën. En ik heb hem weinig gezien de laatste tijd. Dus dan kunnen we even lekker bijkletsen. Ik ging vertellen. Ik had de review gezien van Floating in Dreams. Hartstikke leuk. Moet je zeker kijken als je dat kanaal nog niet kent. Zij vond het te waxy. En ik vind hem eigenlijk best heel droog, dit potlood. Hij is niet zo droog als een de micro ding van Benefit. Maar hij is zeker niet zo waxy als die bijvoorbeeld van Catrice. En ik ben donkerder dan zij, dus deze kleur lichtbruin is voor mij op zich prima. Wat ze wel hadden bij Revolution, en dan moet ik het weer openmaken... Ik wil maar even met mijn bril weer doen. Dat heeft er niet zoveel met het IRL te maken. Maar ik vond het wel leuk om te proberen. Want ik hou ervan. Om dingen te proberen. Nou weet ik niet vanaf waar Wessel onderweg is. Hè? Dus zelf dan loop je over 2 minuten binnen. En dan blaar ik heel hard. Ik ben aan het filmen. Want Wessel wil nooit op de camera. Dit is de bril weer op. Dit is de Barley Liquid Shadow. Barley zal dan de kleur zijn of zo. Er zit Meadow Foam Seed Oil. Meadow Foam Seed Oil. Macadamia in. En Shea Butter. Dit is van XX Revolution. Maar met dat dingetje erop, dan lijkt het net of het van Planet Revolution is. Het is een soort plantje, bloemetje, iets. Ik weet het niet. Ik neem een beetje fluffy brush. En dan gaan we gewoon dat op het oog smeren. Ik kijk wel wat het doet. Misschien ga ik wel heel erg vervelend met Wessel zo meteen uit eten. Dat ik er echt niet uitzie. Nou, dan mag ik ook echt niet mee. Oké. Dit is een hele neutrale kleur. Het is niet roze. Het is echt een kleur. Het past ook echt bij die blush.
dan heel klein beetje uitblenden voordat hij opdroogt. Ik heb expres geen basis op gedaan nu. Omdat hij eigenlijk, wil ik gewoon zien wat hij doet. Gewoon op het oogwit. Oké, het is een nude roze. Een beetje oud roze zou ik willen zeggen. Het geeft een hele kleine wash of color. Maar ik hou ervan. Ik kan er niks aan doen. Ik hou ervan. Zo'n heel klein iets op je oog. Ga ik even tijdlijnen met mijn potlood van Essence. Nee, dit is niet goed. Even het kwastje nodig zo. Vreselijk dit, dat tightline. Ik vind het vreselijk. Maar het geeft wel een mooi effect. Want ik heb heel erg hooded eyes. Kijk zo. Dit, als ik normaal kijk, kijk ik zo. Dus ik heb helemaal geen ooglid, zeg maar. Daarom doe ik ook altijd iets hoger. Ik zet mijn crease altijd iets hoger in dan dat die eigenlijk zit. Want die zie je bij mij niet. En dan geeft tightline wel een beetje dimensie, zeg maar. En dat is zeg maar je waterlijn aan de bovenkant. Nou wil ik ook een heel klein lijntje hier. Niet in de waterlijn, maar op de wimperlijn. En dan pak ik een klein, ja, zo'n beetje zo'n penselding. En dan smuts ik dat een beetje. Heel dun lijntje heb ik gedaan. Hè? Ik heb echt niet dikke zwarte ooglijnen gedaan of zo. Kijk, en dan krijg je net een beetje. Nou, nu heb ik rode ogen van het wrijven. Maar dan krijg je net een beetje. Dan doen we deze huidkleurige voor de binnenkant. Om het een beetje frisser te lijken. En het is allemaal potloden van Essence hoor. Dit is niet. Nou, dan heb ik voor mascara heb ik de 5D Lift and Define 5D Lash van Revolution. En ik zou geen mascara's meer kopen. Ik weet, het stond in mijn low buy. Maar ja. Het mag wel, maar niet te veel. Hij ziet er zo uit. Ga ik heel even krullen. Mijn dingetje is eraf. Dat gebeurt altijd. Op het moment dat je het niet kan gebruiken. Oké, we gaan kijken of die lift zonder te krullen. Want ja, dat ga ik er nu niet op frubbelen. Daar heb ik geen zin in. Nou, dit is het borsteltje. Ik hou persoonlijk meer van harenborsteltjes. Oké, hij lift het wel een beetje hoor. Nou, ik heb hele steile wimpers. Je moet wel wat meer product aanbrengen dan ik had gedaan.
Kunnen jullie niet zien. Want ik heb hele korte, steile wimpers. Even een tweede laagje. Hier lijkt het dan het derde laagje, maar hier staat amper wat op. Oké, eerste indruk is een prima mascara. Lift het? Ja, een beetje. Ik weet niet, nu ben je helemaal weg, of je het zo kan zien. Ja, een beetje. Er komt goed pigment af. Even droog. Er komt goed pigment af. Ik ga nog een beetje highlighten doen. Dan neem ik ook de Reloaded in de Just My Type. Klein beetje glow op je gezicht. Dat is wel charmant. Dan heb ik van In Real Life. Nee, we hadden toch nog meer producten ervan. Ik heb hier een klein beetje gesmudged. Dat ga ik zo weghalen hoor. Niet met deze, maar met deze. Want ik heb hier een beetje, ik heb geknepen met mijn ogen. Oh, het laat zich ook. Foutjes laten zich makkelijk corrigeren, zie ik al. Oké. Nou, heb ik mijn bril weer even voor nodig hoor. Lange video voor mij dit. Dit is de In Real Life Whipped Lip Cream in de kleur Chai Nude. En daar heb ik hetzelfde potlood van. En dan denk ik ook Chai Nude, ja. Ik weet niet. Ik heb er dingen van gezien waarvan ik denk... De foundation die op mijn lip is opgedroogd, laat ik zitten. Anders. Ik heb van nature hele gepigmenteerde lippen. En dan ga ik niet zien. Ik ben benieuwd, want deze. Dit lippotlood belooft niet veel goed. Ja, het is roze, het is niet nude, het is echt een soort baby roze. Wat ik zou doen, dit is een dingetje, een potlood van BFF. Is een lipliner eromheen. Het is neutraal. Het is een beetje bruiner dan dat de lipkleur is. Even kijken als ik het licht iets lager zet. Of het dan... Oh, zo zet ik hem uit. Dat helpt niet. Even kijken. Deze... Dan kan ik hem wel hebben. Maar ik heb een hele lichte huidskleur. Ik had F1 van de foundation, dus en dat matcht met mijn nek. Ja, nou, hè. Het voelt heel... Ik doe even weer het licht omhoog, hoor, want... Oh. Waar is dan het licht omhoog? Oh, daar. Zo, ha. Hi.
Het voelt alsof je fluweel op je gezicht, op je lippen smeert. Het is heel bijzonder. Ja. Ja, ik hou ervan, die hele lichte lippen. Ik vind het... met een goede liplijn verbleekt het mij niet, zeg maar, omdat ik al licht ben. Ik kan me voorstellen, als je donkerder bent of donkerdere make-up draagt, dat dit... Hè? Ja, ik hou ervan. En dan een net iets donkerder liplijntje. Deze... Ja, ik had een andere kleur bedacht hierbij. Vergeleken met de lippen. Ik vind die lip, die whipped, het is een whipped lip cream. Ja. Het accentueert niet alle lijntjes en dingen van mijn lippen. Het is mat. Ja. Alleen met de lichte heb ik altijd dit, hè. Dit. Kijk, hier zie je mijn kleurlippen. Maar goed. Ik ga hem ophouden. Ik ga zo uit eten. Dus dan ben ik benieuwd wat hij doet. Dit was hem. Nieuwe producten. Veel Revolution. Maar daar ging het ook eigenlijk over, hè. De nieuwe IRL producten. Ja, ik moet zeggen, hij ziet er gewoon goed uit. Je ziet natuurlijk wel textuur, hè. Maar ja, goed, ik ben bijna 50. Nou ja, ik ben 49. Ja, die foundation wist ik al, hoor. Dat ik die wel oké vind. Is het de beste? Nee. Is het de slechtste? Nee. Een beetje zo. Nou, met een beetje highlighter doet je gezicht gewoon niet heel mat aan, zeg maar. Ja. Ik word hier wel blij van. De ogen vind ik leuk. Nou ja, de blush had ik al. De wist ik al dat ik die leuk vond. Is ongeveer dezelfde kleur. De lip vind ik fijn. Ik ga even zien hoe die draagt. Zou ik een donkere kleur willen? Misschien wil ik wel een donkere meer richting rood of zo. Maar ze hadden volgens mij alleen maar nude kleuren. Het plakt helemaal niet. Het bracht goed aan. Ik heb nog wel eens problemen. Ik ben wel een Revolution fan, hoor. Maar ik heb nog wel eens problemen met die matte lipsticks van de Revolution. Die vind ik over het algemeen niet zo fijn. Maar hier wordt de mens heel blij van. Dit ziet er echt goed uit. Toppie. Ik geef het een 8. Alles bij elkaar. Ja. Ja. Top. Ook de mascara. Ook de poeder. Het poeder wist ik al. Dit is gewoon een nieuwe die ik gekocht heb. Omdat die andere op was. Sorry. Dat klonk echt heel ranzig. Leuk dat je gekeken hebt naar mijn hobby YouTube kanaal. Like en subscribe. En dan zie ik jullie graag weer bij de volgende keer.